vanavond iets zeggen over het belang van gebed. Het belang van gebed in de politiek. Het belang van gebed voor ons land. En ik kan je vertellen dat ik enorm dankbaar ben voor de groep mensen die hier is en die nog veel groter is dan het kleine aantal waar we hiermee aanwezig zijn, die iedere dag en iedere week bidden in de Tweede Kamer, rondom de Tweede Kamer, rondom de parlementsgebouwen. En we zien harten veranderen. We zien dat gebed echt effect heeft. En we zien dat God een God is die harten zacht kan maken. En we hebben in de afgelopen jaren verschillende wonderen meegemaakt dat we echt konden zien dat God harten zacht maakt. Op de momenten dat we het niet verwacht hadden, heeft God harten zacht gemaakt. En de God die harten zacht kan maken, is de God die kan ingrijpen in de geschiedenis van de wereld en die kan ingrijpen in de toekomst van ons land. Het is een heilig God. Een heilig God die echt in het hier en nu aanwezig is. En zoals God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Zo heb ik het idee dat God ook zegt, wees één, want ik ben één. De Heer onze God is één. Dat is het Shema Yisrael. Dat is wat de Joden iedere dag weer zeggen. Hoor, o Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, staat er in de Bijbel. Er staat, een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Telkens weer dat één. En onze Bijbel laat zien dat God ons vraagt eenheid te brengen op deze aarde. Eenheid is de vrucht van geloof. Tweespalt is het resultaat van kwaad. Eenparig bidden, zoals dat staat in het Grieks in de Bijbel. Eenparig, dat betekent in harmonie. Dat betekent dat we in harmonie leven als we eenparig bidden. En eenparig bidden, in harmonie leven, is een voorwaarde voor verhoring van onze gebeden. Maar in deze tijd zien we dat corona de maatschappij splijt. Het splijt de maatschappij, het splijt kerken en gemeenten, het splijt families, het splijt vriendschappen. Maar op weg hier naartoe dacht ik, het echte virus zit misschien wel in ons hoofd. Omdat het ons splijt. Corona is het gesprek van de dag, het laat ons niet meer los. Velen worden misschien nog wel meer beperkt door hun boosheid over de maatregelen dan door de maatregelen zelf. We laten in ons hart het gevoel toe dat er geen hoop is. Alsof het leven gestopt is. Maar dat kan toch niet het geval zijn, want onze hoop is gevestigd op die ene, onze Heer Jezus Christus. Hij is onze blijvende hoop, ongeacht waarmee we hier in dit leven geconfronteerd worden. En Paulus schrijft, wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We zien, iedere week zien we, samen krijgen we corona eronder staan op dat decor van Nieuwspoort. Telkens op de achtergrond bij de persconferentie. Nou, dat is best een grote uitdaging, maar ik denk dat wij als christenen een veel grotere uitdaging hebben. Namelijk dat virus in ons hoofd onder controle krijgen. Dat virus dat in ons hoofd zit, dat virus van negatieve gedachten, van negatieve woorden, alsof er geen leven en hoop is. Maar juist christenen die hun hoop niet stellen op de dingen die we zien, maar op het geloof als zekerheid van de dingen die men hoopt, juist christenen, juist die christenen, zijn in tijden van beperking en in tijden van lockdown geroepen om te lofprijzen en om te aanbidden. En daarom zijn wij vandaag hier. En laten we daarom deze tijd gebruiken om woorden van dankbaarheid te spreken, woorden van zegen, van vertrouwen en hoop. Hoop te proclameren over ons land. En laten we daarom met Paulus zeggen, allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Als we voor onze overheid bidden, dan bidden we voor een land waar we in alle rust mogen geloven in de God die ons leven leidt. En daarom zegen ik onze koning en ons koningshuis. En ik zeg, Heer, openbaar u zelf aan hen en laat hen wandelen in uw licht. Wij zegenen de regering van ons land, de ministers en de staatssecretarissen. Wij zegenen de harten van de politici en vragen u om de hardheid zacht te maken. De lelijkheid om te vormen naar schoonheid, zodat uw woorden gesproken zullen worden in de politiek.
En ook in de campagne die komen gaat. We zegenen alle ambtsdragers, burgemeesters, wethouders, ambtenaren en anderen die verlangen naar eerlijkheid, naar recht en gerechtigheid. We vragen u hen uit te rusten met een gezond politiek oordeel en hen onderscheidingsvermogen te geven. En Heer, we vragen u harmonie en vrede te geven in de politiek, zodat er gezamenlijk wordt opgetrokken om ons land te dienen. Wij vragen u om godvrezende mannen en godvrezende vrouwen te geven in de politiek en in de ambtenarij daaromheen, zodat uw stem wordt gehoord. En Heer, wij zegenen hen en spreken uit dat wij negatieve gedachten en oordelen over politici willen weerstaan. Heer, wij vragen u om vreedzame en rustige verkiezingen op 15, 16 en 17 maart. Wij vragen u om angst voor het virus niet leidend te laten zijn op de stemmingsdagen, zodat mensen vrijmoedig gebruik zullen maken van hun democratisch recht, zodat een eerlijke vertegenwoordiging zal ontstaan van het volk. En tot slot, Heer, wij vragen u om uzelf zichtbaar te maken in de campagnes van de christelijke politici. En Heer, dat zij uw woorden zullen spreken en overeenkomstig uw wil zullen handelen. Geef fijngevoeligheid voor wat het volk nodig heeft en tegelijk geef gehoorzaamheid aan dat wat u van ons vraagt. Amen.